Het politieonderzoek naar de dreiging tegen de Servis-Orthodoxe kerk aan de Dobbelmanweg in Nijmegen is afgerond. Het speurwerk heeft uitgewezen dat er niemand in gevaar is geweest. De politie heeft een tipgever over de dreiging gesproken. Deze man heeft de politie informatie gegeven over de persoon die de dreiging had geuit. Er zou geen sprake zijn geweest van een serieuze dreiging, had dus de politie. Het incident zorgde ervoor dat de Dobbelmanweg zondagavond werd afgesloten en aanwonenden hun huis niet mochten verlaten. Ook konden de kerstvieringen van de parochie niet doorgaan in Nijmegen. Daarvoor moesten de kerkgangers uitwijken naar Eindhoven en op maandag naar Sint-Hubert.